Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. We zijn ook bezig aan een heel aparte arena. En wat dat is en wat het gaat worden, dat zie je na de intro. Okay, people, let's go to work. Hallo iedereen! Hallo! Het is weer feest in Disneycraft. Wie had dat nu verwacht? Ik had het nou verwacht. Ik joined the server. En dit is dus de ingang van een nieuw terrein. Hallo Pieter. Hey. Hallo, is het als VIP-beer? Jij bent de VIP-beer, toch? Ik ben de VIP-beer. Nee. En ik heb Brutelle. Wat zeg je? Ik heb Brutelle, kijk maar. Brutellekes. Mooi, hè? Zitten ze niet te strak? Ja, een beetje. Je hebt een beetje een strak broekje aan. Ja, vind je van mijn hoed? Schijf maar in mijn bandje. Hoed. Ja. Mooie hoed. Het is een beetje een zonnebloemhoed. Ja. Is dat een zonnebloemhoed? Volgens mij wel. Ik heb het gekregen van een boer. Boer zoekt vrouw. Ja. Beer zoekt vrouw. Beer zoekt honing. Is het beer zoekt honing? Honing met een bijsmaak, hè? Ja, sowieso honing met een bijsmaak. Ja. Honing met een bijsmaak. Zit sowieso een bijsmaak aan. Maar dat is allemaal bijzaak. Ga verder. Ja. Flauw, jongen. En hier zijn we bezig om een arena te bouwen. En misschien kunnen andere mensen het uitleggen. Dan ga ik lekker bouwen. Wauw. Wauw. Succes. Nou, wie neemt het woord? Arena. Ik ga ze even tp'en. Oh, je weet. Ik weet niet eens waar jullie zijn. Hier stond het oude stadion. Ik zal het even overnemen dan. En, hier wordt dus een build challenge gebouwd. Dus dat wordt een arena en dan kunnen mensen dus op de tribunetjes kijken. En dan kunnen ze kijken naar wat we gaan bouwen. Twee mensen nemen het op tegen elkaar en kunnen iets gaan bouwen wat de zoekmachine heb gezegd. En we gaan nog heel veel leuke dingen bedenken. En wie het origineelst is, dus het hoeft niet per se het mooiste te bouwen. Maar als je gewoon origineel bent met bouwen, dan wordt het al heel vet. En dan kunnen jullie stemmen, zowel in de server als zeg maar op YouTube. Kunnen jullie stemmen van wie het leukst hebt gebouwd. En kijk dan alsjeblieft niet naar naam van, oh het is Vincent, dus we moeten weer een like geven. Doe dat alsjeblieft niet. Kijk gewoon echt zonder concurrentie van wat we hebben gebouwd. Nou. Ja. Ja, dat is toch even leuk om even te melden. Ja, absoluut. Ja. Ik ben er helemaal weg van. Kijk er al naar uit. Ja. Ja, hij is omvergeblazen. Ja. Ik vind het nu, ik vind dit eigenlijk al wel mooie bouwwerken die er nu staan. Oh, tof. Ja, het is lekker ruimtelijk en open. Dat wel, ja. Het stadion stond hier natuurlijk altijd. Het voetbalstadion, en die was nog niet afgebouwd en we deden niet zoveel mee. Het is natuurlijk een plek in Disneycraft waar we nog niet veel hebben aan hem gedaan. Dus dat is dan het doel om dat nu wel te doen. Ja. Echt tof. Ja. Tof. En dan ga ik hier zitten met popcorn. Kijk naar die build challenge. Ja, nee, je zit ook met honing, toch? Ah, ja, met honing dan. Ja. Met een bijsmaak. Met een bijsmaak, ja. Of honingpopcorn. Dat is dan popcorn met een bijsmaak. Ja, hierboven is trouwens mooi, hè. Moet je kijken, hier heb ik balken neergezet. En die balken die hebben een soort 3D-effect. Die lopen dan met een soort slapbalken, lijken nu, zie je het? Dat zijn slapbalken. Ja. Dat is tof. Ja. Laat ik wel terugkomen. Dat ook een beetje in de buitenkant is. Gebruik alleen eigenlijk een beetje stonebricks en dat hout. En op dat hout leg ik dan misschien nog een slapje. En dan zou ik eigenlijk een stone slapje nemen misschien. Ziet er wel schattig uit. Dat is zo leuk met die balken. Ja, hè? Lijken net slapbalken hier, zie je? Ik ben hier even... Oh. Met geld aan het gooien. Ja, al mijn geld over de boot op smijten. Geld smijten, Rairo. Geld over de boot smijten. Ja. Maar kwants. Ja. Kwants. 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 DC-kwants. DC-kwants. Ongelukkige weer hier. Allemaal mijn kwants. Kwants. Mijn kwants. En Gaplo weer. Die zijn natuurlijk ook bij. Ik zit gewoon met mijn... Kijk gewoon keihard in de neus gehad nu. Ja. Ik heeft ze schoongemaakt? Ja, oh leuk Irma, dit zo met die hekjes. Ja. Oh, dat ziet er echt schattig uit. Irma, zie je de tribune aan het bouwen? Het ziet er echt verdom mooi uit. Zal ik het even kopiëren? Dan hoef je niet alles te bouwen. Ja, is goed. Even kijken hoor.
Die. Dan klik ik hem even. Een trappetje erbij? Ja. Oh ja. Ik weet dat ik hem niet overal kan kopiëren, want... Even kijken hoor. Oh. Ja, hier loopt hij door, dus dan moet ik eigenlijk hem hier doen. Ik weet niet waar ik hem moet doen, hè. Nu gaat hij over die balk heen, volgens mij. Ja, even kijken hoor, want ik heb die balk hierachter nog staan. Even kijken hoor. Dan is dit het einde van de eerste tribune. Oh, oké. Okay. Oh, ja, ik dacht gewoon, ik had hem verkeerd gedaan. En dan moet er die trap, komt ernaast of komt... Ja, die... Die komt er toch naast dan, of? Ja. Ja, dus dan zou die zo goed moeten zijn. Ja. En dan zou die zo goed moeten zijn. Maar hier wordt die dunner. Hier wordt die dunner. Zo, dan komt hij daar. Dunner. Dunner. Zeker. Papa. Dunner. Dunner. Dunner kebab. Bye. Dunner. Lekker hoor, je kunt wel dunner zeggen, maar dat is wel lekker hoor. Ja, dat is lekker. Zo. Kapsalon. Ja, echt niet normaal. Oh. Gewoon dunner. Gewoon vind ik lekker. Patat, dunner. Gewoon dunner met sambal. Nee, geen sambal. Lichaam spullen op je shirt, hè. Ja. Hou op. Sambal, godverdomme. Niet het beste. Nee, sambal eet ik ook niet hoor. Ik eet ook nee, sambal eet ik ook niet. Nee, het is gewoon lekker. Van. Mijn mond verbrandt van sambal. Ah. Echt hè? Ja, niet alleen mijn mond. Ook je kont. Manus. Hey, nou. Ik maak hier één tribune van Irma, want anders ziet het heel raar uit. Oké. Kijk hoor. Schijt maar in mijn pannetje, schijt maar in mijn hoed. Ja, hier is eentje die een beetje... Zo gaat die goed. Oh nee, niet? Nee? Ik weet het niet, ik ken het liedje niet van buiten. Oh. Wel van binnen. Oh, hij moet nog een keer opschuiven, want hier komen die balken naast. Ciro is een lijfliedje. Stom zeg. Klopt hier ook geen moer? Wat? Ja, dat is het volkslied, hè? Ik heb een pannetje. Het volkslied van de kwam pas op de server binnen en die ging dat spontaan typen in de chat. Ja. Nice. Dat was wel mooi. Welkom. 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 Welkom bij Disneycraft. Welkom. Oh, jongen, doe maar niet. Nee. Nou, wat waarom niet? Ik wil nog wel kijkjes houden. Het was zo mooi gezongen. Ja, allemaal dislikes van mij gezongen. Sowieso. Er zit uren werk in. Ja. Weet je. Ik heb dat wel allemaal ik heb dat wel allemaal ingeoefend en zo. Wat? Ja. Jij? Ja, ik kan goed zingen, nee. Jij hebt helemaal niet gezongen in die video. Ah, oei. Altijd oei. Die Belgen die dat allemaal oploopt. Ja. Ik claim alles. Ja. Nee, dat is claimen. Ja, sowieso. Die persoon die had eigenlijk claimed. En vlees en alles claimen die man. Alles. Maar dat klopt hier iets niet, zie je dat? Oh ja, klopt. Zo loopt hij er eentje door. Ja, en, hier, nee, deze moet zo. Klopt. Het is even lastig dit hoor, Squee. Klop. Wie is dat? Klop. Hoe is daar? Dan ziet die er weer niet uit. Quasimodo. Wat? Quasimodo. Waar doet me dat nou weer aan denken? Klokkenluider. Doe me denken aan een Disney film. Denk echt? Ik. Ja! Quasimodo, dat is toch zo die gemeenheid van uit een Disney film? Echt? Ik dacht dat wel. Nee joh. Echt? Je hebt zo'n heel dikke rug. Die van Pinocchio? Nee, dat is dat heb ik ook wel eens dikke rug. Dat was toch geen gemeenerd? Nee, dat was een goede Rick. Ik heb het niet meer. Ja. Van Notre Dame, denk ik. Ja, die mens. Ik heb ook wel eens een dikke rug. Oh ja, die een bultrug. Kan mijn rug op. Ja. Ja, maar we moeten even kijken, want dat loopt niet helemaal gelijk. Nee. Maar dat kunnen we wel even fixen, denk ik. Ik moet er gewoon even ontlopen. Als die beren nou eens niet voor mijn hartjes lopen. Ja, dat zijn altijd die beren die denken dat je honing hebt, maar je hebt gewoon niks. Nee, ja, maar reet. En klus je honing. Nou ja, dat weet ik niet. Dat weet ik. Honing met een bijsmaak. Dat is een bijsmaak aan. Die klopt ook niet. Wacht hoor. Deze moet namelijk één langer. En dan moet hier de trap al komen. Hier zo. Ik doe het elke keer verkeerd. Ja. Jammer dit. Maar er komt hier wel die paal. Hoe kan dat nou? Nee, wat? Maar die komt wel naar. Ja. Ja, nee, zo goed. Oké, nu komt er allemaal stress. Dus even, ja, het is raar dit. Maar het loopt niet, omdat dit gebied loopt ook niet helemaal recht volgens mij.
Nee. Dat is een beetje een probleem. Dat niet. Klopt. Kijk, nou, dit stuk loopt natuurlijk niet goed, want hier is die 3. Dus hier moeten we even deze trap weghalen. En dan moeten we hem gewoon lang maken ook. Oké, ja. Okay. Fans. No fans, man. Ik vind nu wel dat er nog een popcorn stand moet komen, ze. Ja, Ja. No offense. Ja, bouw het lekker zelf. Ja. Ik kan niet bouwen. Ga naar creative bouwen. Maar dat wist je wel dat je niet kan bouwen. Ongelikte beer, jongen. Oh. Ik durf een Z5.5. Dat is namelijk donkerhout. Ook wel schattig. Ja, maar hier klopt het ook niet hoor, die tribune. Ja, moet even fixen dan. Ja, ik fix het wel. Thanks. Ja. Grote jongen. Fix. Ja. Nou, de buitenkant ziet er zo uit, zoals jullie zien hier. Dit is gekopieerd van onze voorkant van wat Dennis heeft gemaakt voor het... voor Sneeuwwitje, ja, yeah. Aan de zijkant. En deze muren hebben we eigenlijk zelf verbreed via een ander patroon. Dus dat is wel grappig. Het is even snel neergezet, een vierkant. En je moet altijd beginnen met iets kleins en dan breid je uit naar iets groters. En dit is dus het resultaat. Het is een vlakte. En die vlakte kan je gebruiken. Het is een redelijke vlakte. Het is niet heel groot, maar het is wel redelijk om gewoon iets te laten tonen, zeg maar. Je kan natuurlijk hoog bouwen. We moeten hier nog waarschijnlijk een dak op laten komen, want mensen kunnen daarin vliegen. Of we moeten het protecten dat mensen niet in kunnen. Dan kan je hier bijvoorbeeld iets gaan bouwen. En dat is dus het idee. En dan kunnen mensen hier op het publiek op de tribune zitten. Tribuneke. Oh, hier klopt het inderdaad niet. Oh, jij gaat het fixen, Leroy? Ja, ik ben even wat uittellen. Is goed. Dus kom wel goed. Ik ga het fixen. Ja. Op het einde is nu nog helemaal niet helemaal lekker, inderdaad, maar dat... Nee, ik ga dat is goed. Helemaal goed. Oh, leuk, die gaten hier zijn wel leuk, joh, die gaten. Daar, maar het is al... Ja, hier zo. Maar die palen, die ondersteunen. Dat gaat in je broek. Hey. Nou, gedrag weer. Ja, gedrag, raar. Gedrag weer. Raar. Dit. Jammer. Doe dan een keer laat verlichting steken. Wat gaat in je broek? Want als je bent gevallen of zo gaat in je broek. Wat denken jullie dan? Nee, nou moet niet omgaan draaien. Nee. Ik ga slaps neerzetten op die uiteinde. Maar dan denk ik dat ik gewoon hout neem. Deze moet hoger hoor, deze. Ja. Deze zo. Klopt die niet voor mij? Nog klopt hij niet hoor. Voor mijn gevoel. Oh, zo doe je dat. Met die tribune ben ik bezig hoor. Nee, die palen kloppen nog niet met hoogtes. Even kijken. Of het een beetje mooi hoogte. Dit is voor mij wel beter. Ja, dit ziet er beter uit inderdaad. Ja. Maar uitkijken dat er niet zo'n dikke paal voor je over je kleren hoofd zit. Weg. Hey, lekker zelf weg. Oké, doei. Moei. Oh, je hebt hier anders gaan, de zijkant. Ja, oh, wat leuk. Oh, die is gaaf. Die is nog beter, joh. Ik vind dat leuker. Dat hoe ik ook. Gedaan. Ja, ik ga het ook even doen. Als ik weet hoe dat moet. Maar anders geef ik al verder. De basis doe ik de basis. En dan kan hij maar het verder doen. Oh, die zijkant die heb ik gedaan. Die, die is wel echt leuk, inderdaad. Zijkant? Ja, je hebt toch zo'n zijkant. Voor mij zit het zo. Railing. Zo'n railing. Heb je het zo? Of heb je hem nog één breder? Ik ga beginnen met... Hij moet op deze hoogte beginnen. Oké, dus dan gaat hij schuin zo. Ja. En dan steeds één naar boven zeker. Zo. Ja. Zo, ja. Ja. Schattig. Ja. Ja. Oké, dan doe ik dit. Doe ik ook al naar hout. Geen openingen meer. Dan doe ik daar even 5.1 die lichte. Nee, die is wat donkere. Even kijken wat deze heb je. Die, oh, dat combineert ook wel leuk, denk ik. Jattig. Ja, inderdaad, afzetten met dit, inderdaad. Dan kunnen ze niet eroverheen, want ze kunnen wel freerunnen, inderdaad. Mhm. Hoe komt de tribune nu aan deze kant? Bouwen we toch gewoon over dat waar ze straks gaan bouwen? Gewoon vol afzetten met glas. Afzetterij? Ja. Nee.
Je kan ook nog wel achter de tribune nu komen. Ja, klopt. Dan gaan we af. Oh ja. Als je een 360 graden tribune hebt, dat je gewoon helemaal omheen kan zitten. Dat is een gaaf ravelijn. Ja. Dat is weer een ravelijn. Ja, ja, maar nee, zo is al genoeg. Is. Mensen kunnen zo heen en weer lopen, joh. Ze gaan natuurlijk allemaal midden staan. Dat is de beste view natuurlijk hier. Oh ja, daar kijk je zo tegen die muur aan. Zo. Ja, beste view ooit. Je kan ook een trap, je kan een trap ook breder maken, Leroy. Dus twee breed, als het niet aan goed uitkomt. Maar het klopt wel, Oh, super. Tof. Ziet er leuk uit, joh. Het is in me. Bout staat nu echt in me. Oh. Ja. Ja, wow. Wel netjes voor de kijkers. Probeer van, ja, ja, ik probeer weer van de show te genieten, dankjewel. Oh, ja. Als je mezelf een show geeft. Oh. Ja, wat Naughty. Jammer dit. Allemaal drakenshow. De drakenshow? Nou, die komt hier langzaam zijn leven niet. Nee. Je meteen al je bezoekers weg. En pak een dark ook hier. Doe jij dat eens even lekker? Hoi, ja. Hoi. Het is wel een beetje, dark hoor. Ja. Wat doen we met die zijruimtes bij de tribunes? Gewoon ook dichtmaken op hetzelfde patroon als die rand? Lijkt me niet, hè? Wat dan? Nou, aan de zijkanten van die tribunes zitten nog van die ruimtes open. Ja. Ja, er kunnen mensen komen nog. Gewoon voor de lol, daar mag ik het open gelaten. Je zo'n poortje maakt of zo, dat je nog achterlangs kan ook. Ja, ja. Zo? Is goed, ja. Is goed. Dat is wel leuk, toch? En aan de andere kant ook. Ja, is goed. En dan kunnen we onder die tribune kunnen we kraampjes maken of zo. Ja, is goed. Ja, is goed. Ja. Maar dan kan je deze paal slopen op zich. Dan heb je wat, dan is het ook wel gaaf zo. Om de beurt zo, paal. Wacht even hoor, waar zijt gij? Slaap gewoon. Oh, Romeo, waar zijt gij? ja, zo. Het komt natuurlijk weer niet mooi uit, maar. Oh nee, het komt wel op zich wel aardig uit. Ja. En dan zou ik die erachter zou ik wel weggaan of zo. Ja, tuurlijk. Popcorn. Zo. Popcornkraampje bouwen. Ja, doe jij dat, Tim? Ik kan het ook popcornkraampje bouwen. Ja, in de meeste staat er één nog, als je het al weet. Kopiëren. Doe jij dat van Leroy? Kopiëren, wat? Pasten? Nee, tuurlijk niet. Verzinnen toch gewoon een nieuwe, hè? Maar dan moeten mijn hersenen weer werken. Ja. Ja, nou? Oh ja, nee. Nee, ik snap het probleem al. Ik snap het probleem al, dat gaat niet lukken. In DC lukt dat wel, toch? Hersenen gebruiken. Hersenen, ja. Nee, gewoon origineel, wauw. Oh ja, wel. Wel lukken. Ja, tuurlijk. Ik ga even een fanshekje zetten over alles, even kijken of het lukt. Fans. No fans. Fans. Het regent fans. Oh ja. Ja, reclame, bam, mute. Eten, dat mag. Kijk, ik plaats hier nog een fanshekje boven. Op. Ja, want hier kan je op springen. Ja, je kan er springen. Springen. Dus kan je nou niet meer, kan je niet meer eroverheen volgens mij hoor. Nee. Lijkt me knap als je van dit hekje naar dat hekje kan. Ja, met heks. Heks. Pep. Kan dat, denk je, de sprong maken vanaf daar naar daar? Nee. Dat kan dus nog wel. Kunnen jullie naar de douches gaan? Oh. Wat is iemand in de... Oh. Douches. Douches? Wat? Wat zijn ze van plan? Ja, dat wil ik denk ik niet weten. Nou. Kijk hoor, gaan we hier, gaat de fans. Ja, Pieter staat vast hè, nu. Wat heb jij, een nieuwsgierige Belg? Ja. Help. Nee. Zit je vast? Ik zit vast. Echt? Nee joh, je kan er gewoon uitkomen hoor. Als ik ga vliegen, wacht hè. Ja.
Pieter VDD Field Sebor. Hex! Hex! Welkom Bram, we hebben een nieuwe Bram, jongens. Hey Bram! Hey! Welkom! 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 Ik ben als een shot. Wat? Piet Piet! Piet Piet! Kula! Oh ja, Ula, hè, dat is de Kula. Die boy! Oh. Hier is het. Zo. Nou, Pieter, kun je even normaal? Sorry. Je kan me helemaal langs lopen, dat is wel een beetje jammer. Hm? Wat kan je langs? Ja, ik ga dat fixen. Nice. Ik was 1,5 fans. Fans? Nee! Waarom maak je je glas niet gewoon niet zo hoger? Ja, dat glas niet zo hoger. Ik vind dit echt. Je zou er misschien een soort. Je zou er lichten van kunnen maken. Dat het net lijkt alsof dat spotlights zijn. Die op die dingen worden gericht. Daar zou je misschien wel iets mee kunnen doen. Magisch. Zo magisch. Maar dat is toch magisch? Zo van die lichten dat er dan zo. Dat dat zo. Ja, maar ik denk dat het magisch is. Een lichtbeam heeft zo gezegd. Ja hoor. Dat mooi, hè? Oog. Echt, hè? Ja hoor, Pieter. Ah, ja, hoor. Ja, 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 hoor. Ja, ja, ja. Oh, nog. Ja, ja, probeer hem wat nieuw. Oh. Helemaal. Ja. Oh. Helemaal nieuw. Moet er nog één ogen, want anders kan ik nog steeds overheen. Piet. Piet. Kriebel, krabbel, kruis. Piet. Piet. Mans. Piet. Mans is er. Mans. Nee. Kwans. 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 Kwans vond ik ook nog. Mans, kwans. Paddenmelk. Oh, wow. Oh, weer weer. Oh, weer hier. Speedy creeper. Welkom, Speedy. Speedy, Speedy, Speedy. Hier kan je ook nog verloeren. Even loeren. Koekeloeren. Dat is leuk. Koekeloer, ja, dat is leuk. Hè? Zeker weten. Koekeloer het hele jaar. Zo, nou mensen, ik stop de video. En ik hoop dat jullie het leuk vonden dat we dit hebben ingericht een beetje. We gaan nog verder natuurlijk. Zo ziet het eruit. Dus het ligt bij de spawn in de buurt. Dus het is zeker apart hoe we dit gaan afkleden. En bedankt iedereen voor het meespelen. En Vips ook. En doei doeg. Doei doei. 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 Bye bye. Piet 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 Piet